Hey mensen van Dus David Games, ik ben Joris van de Joris, oftewel gewoon Joris, en welkom bij een nieuwe video van mij over Destiny. Vandaag gaan we het hebben over engrams. Ik zag het in de comments staan en ik wilde hier graag meer uitleg over geven over de mensen die het nog niet wisten. Engrams kun je krijgen door monster drops of door rewards van missies, strikes en online potjes, dus PvP. Je kunt hier gear uit krijgen, maar ook materials. Zo heb ik er Modes of Light uit gekregen, maar ook strange coins. Het is volgens mij de beste en snelste manier om gear te krijgen. Engrams heb je in 5 verschillende kleuren. Je hebt witte, je hebt groene, je hebt blauwe, je hebt paarse en je hebt gele. Deze gele heb ik alleen nog nooit zien droppen. Gele engrams kun je wel kopen. Deze kun je kopen bij Xur, Agent of the Nine. Dit is een karakter in de tower die alleen maar op vrijdag tot en met zondag aanwezig is. Daarna verdwijnt hij en kun je hem niet zien. Hij verkoopt ook andere legendary items voor Modes of Light, als ik me niet vergis. Of Strange Coins, één van de twee. Maar genoeg over Xur en verder over de engrams. Als je engrams oppakt, kun je 2 verschillende soorten engrams krijgen. Je kunt degene krijgen die nog geencrypt zijn. En je kunt degene krijgen die echt geencode zijn. De geencode engrams, daar krijg je gelijk armor van. Dus dan zie je ook gelijk gear in beeld staan als je er overheen loopt. De geencrypte engrams moet je eerst gaan laten decrypten door Cryptarch. Cryptarch is een mannetje in de tower die alles voor jou encrypt. Oftewel, die zorgt ervoor dat je er gewoon gear uit krijgt. Hoe meer wapens je laat encrypten door Cryptarch, hoe hoger Cryptarch's rang wordt. Hoe hoger zijn rang is, hoe meer kans je hebt om betere items te kunnen kopen. Het heeft dus niks te maken of je betere items uit je engrams krijgt, als je ze naar hem toe brengt. Er zijn meerdere manieren om engrams te krijgen, zoals ik in het begin al zei. Je kunt ze krijgen door PvP, je kunt ze krijgen door gewoon roaming, je kunt ze krijgen door missies, je kunt ze krijgen door strikes, je kunt ze overal door krijgen eigenlijk. Nou, ik heb alle manieren geprobeerd en voor mij de snelste manier is roaming. Ik heb een spot gevonden op Venus en die ga ik jullie nu ook laten zien, waar je heel makkelijk engrams kunt krijgen. Als je op Venus bent, moet je naar rechts. Je moet vervolgens dit tweede gebouw in, waar ik nou ook in ga, moet je helemaal doorheen gaan. En vervolgens kom je op een open plek, omringd door allemaal gebouwen. Hier spawnen Fallen en Vex. En deze strijden ook tegen elkaar. Dit zijn in totaal 4 spawns. Waar je gewoon voor moet zorgen is dat je om de beurt elke span pakt. In een cirkelvormige beweging pak je elke span. En op het moment dat je de laatste span gekillt hebt, spannen de eerste op de eerste span alweer. Dus je kunt zo de hele tijd doorgaan. Uiteindelijk na 45 minuten spelen had ik 29 engrams. Oftewel, het is een hele snelle manier om aan engrams te komen. Naar mijn mening. Ik vond zelfs een legendary engram. Nou, dat was een dansje waard. In de tower heb ik deze dus allemaal geencrypt. Het blijkt dus ook dat je uit paarse, oftewel legendary engrams, niet altijd legendary gear krijgt. Ik had er in totaal 2 volgens mij, en ik kreeg geen legendary gear. Dus het is echt nog steeds puur geluk of je legendary gear eruit krijgt. Zo zie je ook het legendary gear wat ik nou vast heb, dat kreeg ik uit een blauwe, oftewel gewoon een rare engram. Dus het is nog steeds puur geluk hoe het eruit komt en wat je eruit krijgt. Nou jongens, ik wil bij deze de video sluiten. Ik hoop dat jullie hem een beetje leerzaam vonden. Ik hoop dat jullie hem leuk vonden. Laat een like, laat alsjeblieft een comment achter met een volgend onderwerp waar ik misschien over moet praten. En ja jongens, tot de volgende video. Laters mensen.